Je kent de naam Bruinzeel waarschijnlijk van de keukens en potloden. Maar wat minder bekend is, is dat de firma tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog ook speelgoed maakte dat was geïnspireerd op de Amsterdamse haven. Er was in die tijd een groot energie- en grondstoffentekort en daarom is het speelgoed ook gemaakt met handzaagjes en uit restmateriaal. Op deze manier kon het personeel namelijk aan het werk gehouden worden en liep men minder snel het risico om naar Duitsland te worden gestuurd. De grotere broers van deze speelgoedscheepjes hebben vroeger ook echt door de Amsterdamse haven gevaren. Zoals hier een voorbeeld van een sleepboot. Die zorgde ervoor dat er grote schepen die de haven binnenvoeren, die konden niet zelf manoeuvreren. En daardoor ging een sleepbootje zorgen ervoor dat hij veilig op de plek terecht kwam. Zo'n groot schip brengt heel veel goederen met zich mee van over de hele wereld. En die moeten ook weer overgeheveld worden naar kleinere schepen. Nou, dat gebeurde veel op dit soort dekschuitjes. En zodra zo'n dekschuit vol zat, ging die naar een ander deel van de haven, waar die dan weer op een ander schip werd vervoerd. Of het ging rechtstreeks naar een andere bestemming. In het Zaans Museum bevinden zich op dit moment zo'n 40 ontwerptekeningen. En deze tekeningen zijn gesigneerd met de naam Brilwer. Maar helaas weten we heel weinig over deze persoon. We weten bijvoorbeeld niet eens of het nou een man of een vrouw is geweest. Maar dat er 40 ontwerptekeningen zijn gemaakt, betekent wel dat men waarschijnlijk een zeer uitgebreide lijn van havenspeelgoed voor ogen had. En ook niet alle ontwerpen zijn uiteindelijk uitgevoerd. Zo is hier een tekening te zien van de MS Oranje. Dat was vroeger een luxueus motorschip dat de lijndienst voer van Nederland naar Nederlands-Indië. En tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt als hospitaalschip voor de Australische kust. Maar voer het nog wel onder Nederlandse vlag. Samen met de Oranje is ook een voorbeeld van een tekening van de Piet Hein. En dat was een koninklijk motorschip. Dat was een geschenk van het Nederlandse volk naar aanleiding van het huwelijk tussen prinses Juliana en prins Bernhard. Beide schepen hebben een vrij vaderlandslievend gehalte. En misschien is dat ook wel de reden dat ze niet uiteindelijk in het speelgoed zijn uitgevoerd. Dat kon namelijk een te groot risico zijn voor de Duitse bezetter. Een van mijn persoonlijke favorieten is dit veerpontje. Want die ziet er zo anders uit dan hoe we die nu dagelijks kennen. Er gaan zoveel mensen vanuit Amsterdam Centraal met dit veerpontje over het IJ. Ikzelf ook regelmatig. En nou ja, hoe leuk zou het geweest zijn als je nog op dit pontje kon varen met het schoorsteentje. En dat je op die manier het IJ overgaat. Wat ook leuk aan dit veerpontje is dat de klepjes kunnen open. Dus je kan ook echt auto's en fietsen in- en uitladen. En er is zelfs nog een groef aangebracht. Dus waarschijnlijk had de maker een bredere speelgoedlijn voor ogen. Waar je ook met autootjes of misschien wel met kleine spoortreintjes op het veerpontje kon. Het havenspeelgoed zou ook aan de onderkant voorzien moeten zijn met een stempel van de firma Bruinzeel. Dat is een kleine arend. Maar zoals je ziet is het in veel gevallen helemaal weggevaagd. En in één kant een duidelijke schuurbeweging dat het schip veel naar voren en naar achter is bewogen. Waarschijnlijk door een heel blij kind dat hij vroeger heel veel mee heeft gespeeld.